Ik heb hier drie puntjes. Dat is voor het eerst zolang we hier wonen. Kees van der Helm woont aan de Dijkweg. Hij heeft enorm uitgekeken naar dit moment. En het valt hem dan toch een beetje tegen dat hij geen 4 of 5 streepjes op zijn gsm ziet staan. Ik had meer verwacht. Dus dit valt het beetje tegen eigenlijk. Ik vind niet dat KPS echt heeft ingespannen om het echt goed te maken. Maar dat er toch meer streepjes op zijn gsm verschijnen dan voorheen, is te danken aan deze gsm-mast. Die staat er al sinds het voorjaar, maar is nu eindelijk aangezet door KPN. Toen ik gisteren hoorde van, dat hij werkt, toen was ik echt blij van eindelijk. Gerrit heeft jaren gestreden voor een beter mobiel netwerk in het West-Friese dorp. En dat is volgens hem grotendeels gelukt. Absoluut. Als ik zie wat de reacties zijn die we binnen hebben gekregen, niet alleen via Facebook ook, maar via de telefoon en via de e-mail, zijn er toch een hoop mensen die hiermee geholpen zijn met die mast. Hij denkt dat de verwachtingen van sommige Amdijkers misschien iets te hoog gespannen waren. Het bereik zal nooit overal optimaal zijn, maar hij heeft goede hoop dat het nog ietsje beter zal worden. Misschien is het wel zo dat de zender nog niet op volle kracht draait, dat nog niet op zijn hoogste vermogen staat. Kees is blij dat zijn gsm het iets beter doet, maar hij heeft ook nog altijd zijn vaste huistelefoon. Die staat altijd kant-en-klaar. Die staat naast jou, hè? Ja, ja. Gaat die weg? Eerst afwachten.